Paralympic met in baan 2 van de zwemvereniging Haarlem Cleo Keizer. Baan 6 voor de Columbiaan Inge Welvoor. Baan 3 zwemvereniging Haarlem Florianne Bultje. Lane 5 NPC Spain Isabel Hernandez. En op baan 4 uit Polen van Wrocław Olivia Jablonska. Vijf dames te water voor deze Paralympische 100 meter vlinderslag finale. Voorsprong is er meteen voor Isabel Hernandez in baan nummer 5. We hebben 4 S10 zwemsters te water. Die liggen in de banen 3 tot met 6. In de baan nummer 2, daar ligt Cleo Keizer. En zij zwom vanmorgen een Nederlands Paralympische record op deze afstand. Die 1.20.02 in de categorie S8 is de Nederlandse toptijd. Nu dus terug. Het is Hernandez dus nog steeds aan de leiding. En dan is het voor haar nog moeilijk om die voorsprong vast te houden. Dan komt daar Jablonska uit Polen dichterbij. Dan zien we ook Florianne Bultje in baan nummer 3. Langzaam wat naar voren schuiven en dan mocht het een strijd op tijd in ieder geval tussen Hernandez en Jablonska. Hernandez nu in de laatste meters de voorsprong weer te behouden. En dan komt daar Jablonska met wat stevige slagen van voorbij. En dan tikt zij als eerste aan Olivia Jablonska 1.08.63. Mooi 2 seconden sneller dan vanmorgen. We gaan op richting naar het Europese Paralympische record. En dan is daar de tweede tijd voor Hernandez, de derde tijd voor Bultje in 11.54. Voor haar opnieuw onder de limiet voor de Europese kampioenschappen in Dublin. En dan in Cleo Keizer in 1.02.14. En dan zien we dat de uitslag officieel is. En dan is op punten de winnares van deze Paralympische finale 100 meter vlinderslag Olivia Jablonska. Dan komen de dames het water uit van de 100 meter vlinderslag in de Paralympische klasse. Een felle strijd, 1 minuut 8.63, 1 puntje meer dan haar tegenstandster Olivia Jablonska. En zij verdient ons applaus!